Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. In het noorden zijn wolkenvelden aanwezig en in het binnenland komt plaatselijk dichte mist voor. Het is ook een zeer koude start van de dag, want zeer lokaal zijn zelfs temperaturen van rond de min 10 graden gemeten. In de loop van de ochtend is het op veel plaatsen zonnig, op sommige plaatsen nog nevelig en loopt de temperatuur al vrij snel op. Halverwege de ochtend liggen temperaturen zo rond de min 2 of min 3 graden. Vanmiddag zijn er dan wat wolkenvelden in het noorden. In de zuidelijke helft van het land schijnt de zon volop. En de temperatuur loopt in het binnenland op naar waarde rond of iets boven het vriespunt. En aan zee ongeveer een graad of 3-4 erboven. Vannacht kan het in de opklaringen nog flink afkoelen. Met name in het zuiden van het land sluit ik temperaturen van min 6 of misschien min 7 graden niet eens uit. Op de meeste plaatsen zal de temperatuur dalen naar ongeveer min 2 of min 3 graden. Morgen is dan een tamelijk bewolkte dag, maar is het wel een stukje minder koud dan vandaag, met overdag temperaturen tussen 3 en 5 graden. Er staat overigens nog steeds weinig wind. De komende dagen blijft het vaak bewolkt, toch laat de zon zich ook af en toe een keer zien. Het is vrijwel continu droog en de temperaturen komen 's middags steeds uit rond een graad of 4. De wind die blijft continu zwak of matig. Mijn naam is Wilfried Jansen van Weerplaza.nl.